Een beetje voor de hand liggende vraag, maar ook in het verlengde van het voorafgaande. Waarom geen vrouwen in de herenclub? Omdat het een herenclub... En voor de rest heel vaak actualiteit. Theater, wat speelde in theater? Was dat goed? Was dat niet goed? Was het de moeite waard om er naartoe te gaan? Alma, jij hebt, begreep ik, nog bij Harry Mulisch op schoot gezeten. Is dat zo? Ja, klopt. Mijn moeder vertelde mij ook net het verhaal dat ik als baby schijnbaar op zijn schoot werd neergezet. En... Heeft iemand anders van jullie ooit Harry mogen ontmoeten? Nee. Ik wel is. Ik zat met Menzo, die net werd genoemd en die hier ook in de zaal zit, zat ik in de klas. Ik zat net even te denken, ik heb de meeste boeken wel gelezen. Eigenlijk in opzet qua personages en verhaallijnen. Het is een variatie op Eurydice en Orpheus. En nou, ik vond het een gewoon een mooi geconstrueerd en... Mimi, las jij Harry graag? Nee. Nee? Nou, ik heb... 2,5 boek van Harry Mulisch gelezen. Twee vrouwen heb ik ook gelezen, maar dat was omdat het een van de dunste boeken was bij het schoolonderzoek op het gymnasium. En De ontdekking van de hemel, ja, daar heb ik misschien 80, 90 pagina's van gelezen. En toen trok ik het niet meer. Ja. Ja. Oké. En nou ja, dat is best dapper om dat in dit gezelschap te zeggen. Ja. Maar jij schopt behoorlijk tegen, je zou het de grachtengordel kunnen noemen. Je hebt wel eens de neiging om daar tegen in het geweer te komen. Nou, en ook de nadruk op het Amsterdamse. Nee joh, hoe kom je daar nou bij?